Net als andere jaren heeft de commissie Pronkzitting er weer het weer voor elkaar voor gekregen om een mooi programma in elkaar te zetten. Geniet van alle optredens en laat je verrassen. Dan wil ik de Hofkapel vragen een opmarsje te spelen voor Prins Frans-Jan de Nuurste, adjudanten John en Leon, Opper Bonjon, de pages en de Raad van Elf. En dan geef ik het woord aan Frans-Jan. Dankjewel. Ik heb mijn eigen niet. Nou maar, ja. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zitten lekker ruim, zie ik. Ik had al heel lang moeten wachten op de Pronkzitting. Moest ik nog 5 minuten langer wachten. Dat was wel heel vervelend, want ik was al zo gespannen. En de jongens ook. Ja. Allemaal van harte welkom. Ik heb er heel veel zin in. Ik moest het kort houden. Ik had 3 A4'tjes geschreven, moest ik weggooien. Ik moest het uit mijn kop doen, zei Leon Meegers. Want anders duurt het veel te lang. Ja, dat was de raad. En ik ben ook heel erg blij. Je ziet al staan dat ik 4 fantastische pages heb. Normaal krijgen die ook een onderscheiding. Ik heb dat op papier gezet. Omdat ik vind dat jullie daar enorm verdienen. Ik weet niet, Jet, durf jij ervoor te lezen? Ik kom een stukje naar voren, want anders sta je helemaal achter de mensen. Mag jij het uitpakken, goed? Oh, ja, snap het ook goed. Hè? Nou, we moeten gewoon doen thuis ook, hè? Ja. Lieve paasjes, geen cadeautjes voor in je oren of je haar, maar gewoon als dank een ander leuk gebaar. Graag willen wij met jullie een dagje op weekendje uit gaan beleven. Jullie mogen kiezen waar naartoe. Het is ons om het even. Laat maar even weten wat jullie graag met de prins en Hester gaan doen. En als dank krijgen jullie nu alvast een medaille en een dikke zoen. Geniet ervan de avond. En maak je niet te dik, want dit jaar hebben we een berg schik. Heel goed. Mag je nog even over nadenken? Goed. Vind je dat leuk of heb je die voorwendjes? Nee? Oké. Okay. En dan ben ik eigenlijk klaar. En dan kan ik alleen namens mezelf in ieder geval jullie een hele fijne avond wensen. Het wachten is de moeite waard, heb ik gehoord. Dus wat dat betreft, geniet ervan. Artiesten, veel succes. En ik zou zeggen, tot aan het einde van de avond. Veel plezier. Ja, dankjewel Frans-Jan. Dan wil ik de Hofkapel vragen een afmarsje te spelen voor Prins Frans-Jan, adjudanten John en Leon, Opper Bonjon, de pages en de Raad van Elf. En benden een snijwon of soms een bagant, de kastelein ziet in ieder als klant. Dus pak maar een pultje in de stamcafé en zing met de Hofkapel mee. En los nou maar af, zolang het nog kan. En denk maar eens niet aan de zorgen, want 4 dagen lang is er niemand meer bang. Want de kater die kredde pas morgen. Ik zeg een goeie avond. Blij dat ik er weer ben en dat ik jullie allemaal weer zie. Maar ik ben hier vanavond met een speciale missie. Ja, ik kreeg een speciaal verzoek van de commissie Pronkzitting. Ja, daar zat ik jullie van te kijken, hè. Maar ik stijg in aanzien, jullie. Ja. Ze zitten tegen mij, Pauke, we hebben een probleem. Ik denk, nou, was maar 1 probleem. Volgens mij heb ik er veel meer. Maar goed. Nee, het probleem was dat ze geen presentator of presentatrice gevonden konden krijgen voor vanavond. Ze zochten een jong, dynamisch, goed uitziend, geen overgewicht hebbende, intelligent, welbespraakt persoon.
En dan ga ik eens kijken of er één van die pakketjes dat daar een presentatrice in zit. Nou, hier niet, dat geloof ik niet. Dat kan er niet in. Mensen, geef jullie een ontzettend groot applaus. De presentatrice van vanavond, Floor van Meisterveld. Dan gaan we gelijk verder naar de eerste act van vanavond. Deze meiden zijn nieuw op de pronkzitting. Nou ja, op de zaterdagavond dan. Mag ik een opmars voor de Swinging Beans? Ik heb de baby all behind. I'm begging you to find the beat that's going into your mind. Eyes, we're just getting started. Zoals ieder jaar zetten ze weer iemand in het zonnetje. Wie zou het dit jaar zijn? Han, mag ik een opmars voor de Club van de Oud-Prinsen? Wij zijn de Club van de Oud-Prinsen uit het Haagse carnaval. Wij zijn de Club van Gewone Mensen en morgen zijn nog eens het bal. Dit jaar bieden wij jou een pilsje aan voor iemand die carnaval erop heeft dan. Iemand die ik zelf al heeft bewezen wordt door de Oud-Prinsen hier geprezen. Dit jaar viel de keus speciaal op jou. 24 flesjes, 24 flesjes, 24 flesjes voor jou. Dames en heren, dit jaar de 24 flesjes, wat de zon mee! Voor het eerste pronkzitting debuut van CV niet te houden. Dat kan altijd kunnen doen, dat is mooi. Goedenavond Herpen. Fijn dat jullie er allemaal bent. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben rapper Jimmy, broer van rapper Sjors. Wat dus is, Frans en Hester die wonen naast de wok. En de Wok, dat was vroeger de Spots. En dat wordt binnenkort een Turks bruiloftencentrum. Nou, en ik heb dus gehoord dat Franis daar helemaal niks vindt. Mohamed, Ahmed, wat komen jullie hier doen? Stelt u eigenlijk geks voor? Wij zijn Mohamed, Ahmed, broers van Friedmet. Ja, William heeft ons één ding geleerd. En William heeft gezegd, dat moet je goed onthouden. Je doet het niet voor jezelf, maar alles is voor helpen. Goeie tip. Hele goede tip. Ziet je nou goed? Fredje Oosterwerf, Jimmy. Jij ook hier. Hey. Hey Jimmy, Fredje Oosterwerf. Wat kom jij hier doen? Training geven. Jij komt training geven. Want jij bent trainer. Trainer. Trainer van Herpinia 1. Nee. Herpinia 2. Nee. Pinia 3? Nee. 4? Nee. Zoveel hebben we niet, hè? Veteranen? Dames. Kom uit het dorp waar ik in 1991 geboren ben. Waar ik de brandweer aan de buren verloren ben. Het dorp met tekens, dat sluit om 3 uur strak. Want onze Sylvia heeft die zatte bende wel gehad. Het dorp van samen zijn, een biertje geven is niet duur. Die vette hap van Jos bestel je tot 1 uur.
Het dorp met supporters van Ajax en Feyenoord. Maar als Sabinia speelt, iedereen erbij hoort. Het dorp met John Voet en onze Frans Jan. Leon Megens laat die veer niet op zijn steek staan. Dorp waar Kafka komt zingen voor de tweede keer. En als Van Zon zingt, dan klinkt dat voor geen meter meer. Het dorp met carnaval, een berg schik. Het dorp waar ik blijf. Onze prins Frans-Jan van den Berg heeft op 1 januari de stoute schoenen aangetrokken. En van voormalig Café de Sports een nieuwe Van der Valk vestiging gebouwd. Genaamd Van der Valk Herpen Koolwijk. Goedemorgen! Goedemorgen Frans-Jan. Wil je koffie? Ja, lekker. Dat is mooi. Goed ik eens halen? Beetje suiker en melk voor mij. Ja, is goed. Goedemorgen Maurits! Morgen. Lekker geslapen? Nou jongen, als een baksteen. Hey Frans. 150 man ontbijt? Ja. Dat is niks, hè. Bij tekens doen we dan minstens 200. Maar dat doen we niet voor onszelf. Dat doen we. Voor de gemeenschap. Hey prinses, dan ben je ook nog in een stuk proces. Ja, je had een lange buiten fles. Dikke buiten overvol. Zeg, maar Maurits. Ja. Ik is wel anders. Die duif hier op het dak. Zou je dat niet eens wel gaan doen? Mijn oorling toe kan zitten tot zijn snavel vol met duiven schijven. Nou, dan zou ik wel eens ergens iemand kunnen horen bij jou. Och, Jan, natuurlijk. Net als anders, ben alleen deze keer of komen er nog meer? Nee, komen er nog meer. Want, tja, kan er nog alles heet naartoe gaan, hè? Ja, we snappen het. Kan het waar dus voor jou? Je weet de weg volgens mij, hè? Is goed, hè? Maar wat is nu eigenlijk het probleem? Nou Patrick jongen, mijn toekam zit echt zo vol met duivenschijf, dat de duivenschijf eigenlijk nergens anders meer... Naar toekam. Ja, naar toekam. Hallo, ik kom bij Jan van Geen, hè. Kijk eens. Kan me kwalijk. Kun je dan naar boven? Wel lekker eens drie koppen. Ja, dankjewel. Yo, succes hè. Hallo, ik kom bij J van Geen. Ook al. Kan me kwalijk, drie koppen. Oké, dankjewel. Yo. Hij was hier net al, maar toen was het publiek nog niet helemaal warm. Maar een speciale gast. Dat doen we wederom niet voor onszelf, want dat doen we namelijk voor de gemeenschap. Het grote feest kan weer gaan beginnen, dus ik vertel. 1, 2, 3, kan ik al dagen verder in de lande kisten gedaan. En dan witte strepen op het podium gestaan. Hou me schilder echt verrast, ik moet weer gaan beginnen. 10 minuten later in de zaal, die staat te springen! Hallo, ik kom! Ho, 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 je bent godverdomme, de kamer nog niet eens binnen! Kamer 12, drie keer kloppen! Oké, dank u! Goedemiddag! Kamer... Tony! Ik heb onze Jannie gezien! Met je bent werkelijk! Jannie? Nee! Wat domme dingen als u dat niet bent! Het zijn keis, goddames! Maar ze kleden u helemaal uit! Ja, financieel weliswaar, hè? Maar toch! Ik kwam jarenlang met tekens, maar dat was illegaal. Ik mag dan niet meer kaarten, dus ook niet in de zaal. Dat ik mag dit helemaal niks. Lijkt je wat te zullen, maar ook geen alcohol. Om testen niet te houden, gooi je strakke lekker vol. Een broek kan naar beneden, zo zijn we niet getrouwd. Hij mag weer te slapen, ook vanaf de rug gedouwd. Ah. Hey jongens, Herpse Bonne. Goedenavond, ik mag maar zijn, ik ben er zin in, goeie dag! Hey! Deze komende tijd gaan ze niet aan geld verdienen met kinderen! Hey! En jullie doen het allemaal mee of je wilt of niet? Daar wordt lachen! Dit is voor de Rood van Elf. Wacht even, want je krijgt er nog potloodjes bij. De Rood van Elf. Ja, goed zo. Als jij die was gaat brengen, dan doe ik de rest van elkaar doen. Dan doe ik het hier was en dan kom ik weer terug en dan kunnen we weer iets anders. Ja, ja, dank je hè. De burgemeester, die kan ook al ronddelen. Kees! Och nee, dat is de persoon. Ja, ik kom ook niet zo goed. Luister, een valse kiem.
Dat kan, maar je komt hier zingen en je brengt een blikje bier mee, dus... volgende nummer 48. 48. Verrekker, schiet me toch in een berg te binnen, Fransje. Dat is jouw leeftijd. Ja, kerstover, het is die 48 geworden, onze prins. Werkelijk hoor, jullie zijn snerst ruw begonnen met de carnavalsgang. Midden in de nacht waren ze net kloor met die carnavalskant rondbrengen. Wat is haar begroot geworden, joh? Welkom bij de slimste mens van Erpen. Men dacht ik er was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Bij deze quiz zijn we op zoek naar 3 kandidaten. Zo, de eerste stoel is gevuld. En goed gevuld. Mag ik jullie aandacht voor buurman en buurman? Maar, dit is ook een aardig weekend waar, hè? Ja, vorige week, hè, stond ik op die Expo, hè, al die ondernemers toch. Ik iedereen alles heel herp uit moet leggen wat duurzaam is. Ach jongen, Wouter ligt er niet te lullen, man, met hoe duurzaamheid. Hoezo? Stort er een Olympics een dieselkachel in die tent stoken, hè? Die gaat over duurzaamheid. Ja, weet ik het al. Wie wordt hier daar gespeeld in de sauna? Niks om te zitten waar van. Ja, hehehe. Stereo. Dat kan ik zelf uitleggen. 3 keer, hè. Nou, vader, zeg maar, wie wordt hier daar gespeeld? Ja, als ik naar de lengte kijk, zul ik het niet weten. Maar ik denk dat ik het ben aan mijn vrouw. Is toch gewoon 1,60 of? Oh, die lengte wel, ja. Oh. Maar Andrew en ik, hè, maar samen hebben wij nog een top 3 samengesteld. Met liedjes ook. Ik bedoel, ze doen niet toch allemaal liedjes, weet niet, wij dachten, wij doen mee. En dan hebben we als uurster hebben we een nummertje uitgezocht voor William Peters. Carnaval is het mooiste wat er is. Carnaval, carnaval, van op tot de mis. Carnaval, carnaval, wie is dat die het brengt? Hij zit steeds van mij te kijken. Verrekt het hun en hun. Sluit de nostalgische heren annex dameskapsalon, annex tabakzaak, boerhakker van Jan en Ella Hadeuren. Ik heb hier helemaal geen zin in. Kun je hier een hele dag zo sjouwen om van een rommel af te komen? Hadden we dat niet met huis te graag kunnen verkopen? Ach Jan, ligt er toch niet zo te mouwen? Ik heb er kei veel zin in. Ha Jan! Hey, geef me niet haar uit! Hey! We denken, we komen maar eens met de deur in huis vallen. Kun je die mooi verkopen hier op de merk? Ik zat klem met mijn vingers tussen die deur. Hoor, ik heb pijn, jongen, pijn. Oh. Dus ons meneertje komt en zegt, hé jongen, we hebben het toch gedaan? Ik zeg, mijn handjes, mijn handjes. Ja, mensen. En deze erbij? Ja. Dan hebben we het kappersetje van ons Jan helemaal compleet. En voel je dat verkopen dan? Ja. En wie gaat mij daar knippen dan? Hé, hey, ik moet wel door een vakman geknipt worden, hé. Maar we hebben een hele moeilijke koek. Hij bent al bijna 25 jaar. De oorlog is weer bericht. In elke stad en dorp in Nederland. Daar zie je zijn gezicht op elke locatie. Nee, hij schuift geen enkele situatie. Weer en wind, storm of regen, nee, niets houdt hem tegen. En dat hij weggaat, dat maakt ons echt niet blij. En daarom protest
toch niet Nederland zonder Piet. Lieve allemaal, nog eventjes. Dit alles is gewoon met één woord te omschrijven. Het was grandioos. Dit jaar gaan we traditioneel weer verder en mogen alle dames weer gaan stemmen. Dus herenkandidaten, geef je op. Burgemeestersdinsdag ben je niet meer te remmen. Prins Fransjan, gewoon Hester, jeugdprins Igor, jeugdprinses Tessa, alle pages, adjudanten, raadsleden en alle herpse bonnen. We gaan dit jaar een berg schik maken, want dat heeft de Franus toch mooi maar verzonnen. Ik wens jullie een hele fijne carnaval en ik zie je met die dag. Dankjewel. Mijn carnaval.